Dag dames en heren, welkom bij Verrassend Vlaardingen. Vandaag neem ik u mee op rondleiding door deze gezellige stad. En zoals u ziet, ik ben vandaag niet met de auto gekomen, maar met de watertaxi. Deze watertaxi vaart in het gebied tussen Hoek van Holland, Rotterdam Centrum en weer terug natuurlijk. De schippers van deze watertaxi moeten allemaal zeer bekwaam zijn, want dit vaargebied is het moeilijkste en drukste vaargebied van de hele wereld. Vlaardingen. Het zuidelijk deel van Vlaardingen grenst aan de Nieuwe Waterweg. En het noordelijk deel van de stad aan het natuurgebied Midden-Delfland. Het woord is weer aan uw gids, Bas Muis. Zoals u ziet komen we aan bij de Maasboulevard. En de Maasboulevard is een perfecte locatie om eens rustig op je gemakje te genieten van grote, langsvarende schepen. Heerlijk. Maar hier begint de rondleiding en we gaan die kant op. Dat is mooi, hè? Een authentieke dubbeldekse salonboot. Stamt uit 1933. Partyschip Diane. Is echt een begrip in Vlaardingen. Gezellig voor rondvaart over de Nieuwe Waterweg of door de Rotterdamse haven. Bas loopt via de bedrijvigheid bij het hoofd richting het centrum om daar zijn verdere route te plannen. En onderweg komt hij uiteraard veel interessante dingen tegen. Pelmolen. Tegenwoordig is het ingericht als wooncomplex, maar vroeger was het een gedeelte van Pelmolen de Bonte Os uit 1778 van de familie van Düsseldorp. Het was toen een stoommeelfabriek. De Westhavenkade is de plek van waar ooit de visserschepen uitvoeren. Waar de kade bruiste van bedrijvigheid en de wagens beladen met haringtonnen af en aanreden. Hier in het Vlaardings- en Visserijmuseum is van alles te zien dat te maken heeft met de geschiedenis van de nationale en Vlaardingse zeevisserij. Prachtige scheepsmodellen bijvoorbeeld. Maar als je echt alles wil weten over Vlaardingen, dan moet je natuurlijk even naar het VVV-kantoor. Nou, ik ben weer een stuk wijzer geworden. We hebben nog een hele hoop te zien vandaag. En het leuke is dat die meiden van de VVV straks ook nog een fiets voor me geregeld hebben. En dat komt goed uit, want ik heb een afspraak met een jagermeester. En zijn gebied is het groene gedeelte van Vlaardingen. En hoe kun je dat nou beter ontdekken dan op de fiets? Maar eerst gaat Bas op weg naar het historisch stadshart. Hij wil meer weten over de geschiedenis van Vlaardingen. Vroeger Vlaardinga. Het historisch evenement Terug naar Vlaardinga maakt onderdeel uit van het projectplan Graven in Vlaardingen. Dit evenement laat het publiek toe om op een bijzondere manier deze belangrijke periode van Vlaardingen te ontdekken. Men wordt als het ware ondergedompeld in het leven van die tijd. In de Grote Kerk van Vlaardingen reikt de Stichting Geuzenverzet jaarlijks op 13 maart de Geuzenpenning uit aan personen en of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Een monument wat hiermee te maken heeft is... Het Geuzenmonument. De Geuzen zijn in de Tweede Wereldoorlog de eerste Nederlandse verzetsgroep uit de bezettingstijd 1940. Dit monument, gemaakt door Vlaardinger Leen Droppert, werd in 1983 geplaatst ter nagedachtenis aan die groep. Nou ja. Hey! Bas, grote vriend van me. Ik ben het. Vlaardinger. Hoe is het? Heerlijk, jongen. Heerlijk. Doe jij een dagje Vlaardingen aan vandaag? Ja, ik ben even de stad aan het bekijken. Het is wel mooi, hoor, hier. Ja, het is schitterend. Kijk, ik als Vlaardinger zijnde, ik heb ook mijn favoriete plekjes. En dit is één van deze plekjes. Het is voor mij heel bijzonder. Niet alleen omdat ik mijn voeten heb laten staan hier bij het Geuzenmonument. Nee, zonder gekheid. Ik ben hier getrouwd door de heer Bruinsma.
de burgemeester van Vlaardingen. En die zit daar op het stadhuis, het heel bijzonder stadhuis. Maar wat ook bijzonder is aan het stadhuis, is dat ze een hele mooie marmeren hal hebben. Zullen we gaan kijken dan? Ik hoop dat ze open doen. Ga mee? Laten we kijken. Goedemiddag, kan ik u helpen? Goedemiddag. Ik zou heel graag Bas Muis de marmerhal willen laten zien. Is dat mogelijk? Dat is mogelijk. Komt u verder. Oké, dan boffen. Dank u wel. Hier de marmerhal. Zo. Gaaf, hè? Dat is niet verkeerd, heel hè? Heel bijzonder. Het mooie is aan die glas- en loodramen dat als de zon er echt rechtop staat, dan zie je al die kleuren zie je op het marmer en op de vloer. En dat maakt het heel bijzonder. Hey, nou wil ik eigenlijk wel even weten, is de burgemeester ook aanwezig? Ik was een beetje bang voor die vraag. Hij zit in die kamer erboven. Zullen we het gewoon doen? Gewoon kijken of hij er is? Oké. Okay. Moet je wel een beetje inhouden, hè, Bas? Ja. Dat is mijn burgemeester van mijn stad. Goeiedag. Hey, hallo, Winston. Alles goed? Ja, heerlijk, fantastisch. Wat leuk. Gaat het goed met Denise? Nog steeds happily in love, dus hartstikke goed. En wie heb je meegenomen? Dat is Bas Muis. Dag Bas. Tjerk Bruinsma, burgemeester van Vlaardingen. Hij loopt vandaag eigenlijk door Vlaardingen om alle mooie plekken van Vlaardingen te ontmoeten. En ik wilde hem heel graag de marmerhal laten zien. Maar nu we zien dat u er zit, wil jij de burgemeester nog wat vragen misschien? Ja, ik wil graag weten, wat is nou het meest opvallende aan Vlaardingen? Misschien heb je het zelf al ontdekt, maar we hebben iets met de visserij. Als je even meeloopt, dan kun je hier een authentiek model zien van een logger, een Vlaardingse logger, VL500. En vroeger gingen ze hier vanuit Vlaardingen met heel veel van dit soort schepen vissen op zee en dan op haring. En dan kwamen ze terug en dan werd er een bal gehezen hier in de toren van de markt. En dan wisten ze dat er een schip aankwam en dan gingen ze snel naar buiten om te kijken welk schip komt heel hard terug. Want dat was natuurlijk altijd de vraag. Want het ging niet altijd goed in de storm en in wilde zeeën. Maar meestal ging het gelukkig wel goed en dan kwamen ze de haring aan land brengen. En dat gebeurde hier achter in de haven. En dat kun je hier eigenlijk ook heel mooi zien. Dit is een oude ansichtkaart van voor de Tweede Wereldoorlog. Groeten uit Vlaardingen, daar kan je het ook wel een beetje aan zien. Nou, zo zag die haven eruit. Nou, je ziet het, al die schepen zoals ze er daar uitzien liggen hier in de haven en het was een drukte van je welste. En later is dat natuurlijk is dat overgenomen door gemotoriseerde trawlers die heel veel vis konden vangen. Dus als dit is echt Vlaardingen. Als ik het goed begrijp, was Vlaardingen eigenlijk afhankelijk van de zee? Ja, dit is echt van oudsher, echt honderden jaren is dit een visserijstad geweest en leefde van de zee en van de haring. Ja. Later is dat helaas, maar goed, overgenomen door Scheveningen. En wij zijn dus weer heel druk bezig, ikzelf ook, om toch weer iets van die geschiedenis van Vlaardingen, jaarlijks in een groot feest dat binnenkort weer plaatsvindt, het Vlaardings Loggenfestival, om dat weer terug te halen. En de oudere Vlaardingers vinden dat ook fantastisch. Want ja, dat was hun Vlaardingen, dat was hun stad, die Haringstad. Het jaarlijks terugkerend Loggenfestival is voor veel Vlaardingers een echte happening. Ze beleven zo de tijden van weleer en vermaken zich met allerlei ambachtelijke activiteiten. Daarbij zetten ze hun beste beentje voor om elke andere bezoeker te vermaken. Een ware feestdag. Vlaardingen een stad met vele gezichten, volgens mij. Maar wat is nou uw favoriete plekje van Vlaardingen? Nou, ik heb niet één plekje. Er zijn er meer. De markt is prachtig. Dit stadhuis is heel mooi. Het is ook een voorrecht om hier te mogen werken. Maar de Vlaardingenvaart vind ik ook prachtig. Ik hou van water. Ik hou dus ook van Vlaardingen. En de Broekpolder. Dat is een heel mooi recreatiegebied. Nou, dat is nou leuk, want daar ga ik straks een stukje fietsen. En ik heb een afspraak met meneer Blom, en dat is de jagermeester daar. Oh, die ken ik wel. Die geef ik elk jaar. Dat is heel bijzonder. Een jachtvergunning. En dan moet u straks me vragen, als u daarheen gaat, waarom die nodig heeft. Nou weet ik, Bas, dat jij erg gecharmeerd bent van kettingen. Vraag het. Dat hoeft niet meer. Dat kan die hartstikke goed hebben. Nou ja, het is misschien wel even leuk als u... mag ik de ketting misschien even zien? Ja, ketting. Burgemeesters zeggen keten. Oh ja. Kijk, zo ziet hij eruit. Dit is het wapen van Vlaardingen onderaan. En dan heb je hier dat blauwe
beetje paarsige. Deze? Ja, dat is het wapen van Vlaardingen-Ambacht. Dat was een kleine gemeente vroeger. Daar staat ook nog een klein stadhuisje daar. Dit is het wapen van Babberspolder. En hier zit het wapen van Sauteveen. En die drie dorpjes vormen uiteindelijk Vlaardingen. Is het een zware ketting om om te hangen? Voel maar eens. Moet je wel bijna omdoen, hè? Ik zeg. Ja, dat mag officieel zeker niet. Ja hoor, je mag hem best omdoen. Goed, zullen wij verder gaan? We hebben nog een hoop te doen. Ja, ik laat de ketting wel achter. Ja, dat wel. De keten, hè? Ja, de keten, ja. Nou, oh, Winston, wacht even. Jij houdt toch zo van ijzerkoekjes? Dat is waar, dat heeft u goed onthouden, ja. Nou, ik weet niet of je die kent, Bas. Maar dat zijn hele bekende koekjes uit Vlaardingen. Die gebruikten ze vroeger in de visserij. Ze zijn niet helemaal goed afgebakken, dus ze blijven heel lang goed. En ze hebben ontzettend veel calorieën. Dus als je echt behoefte had aan een versterktje onderweg bij hoge zeeën, dan nam je zo'n ijzerkoekje en dan kon je er weer goed tegen. Dus ik zou zeggen, voor jullie reis, neem mee. Zal ik ze meenemen? En geniet ervan. Nou, nogmaals dank. Ja, oké, okay, goed. Tot ziens. Dag. Dankjewel, Jerk. Dag. Tot ziens. Nou, dat kan je goed gebruiken, die ijzerkoekjes. Ja. Onder het genot van een paar stevige ijzerkoekjes neem ik Bas mee naar een volgende locatie. Onderweg laat ik hem het kunstwerk Imaginair Portret van Frans zien, van Diet Wiegman. Een onderdeel van het kunsttraject Buitengewoon Buiten. Als jij vandaag Vlaardingen aandoet, dan wil ik je één ding niet onthouden. Dat is namelijk de schelvispekel. Leo. Hoi, goedemiddag. Dit is Bas Muis. Leo. Ik zou het heel erg prettig vinden als jij hem vertelt wat is schelvispekel, want ik wil ook graag dat hij het gaat proeven. Het is een echt Vlaardings drankje, heb ik begrepen. Ja, echt typisch Vlaardings. Vlaardingse vissers maakten het vroeger hetzelfde op de logger. En dan kwamen de vrouwen op de logger en vroegen aan de man wat daar beneden in het kombuis stond. En daar stond een kom met brandewijn en specerijen. En de mannen altijd tegen een vrouw, oh, dat is spekel. En in de wintermaanden gingen de Vlaardingers geen haring vangen, maar schelvis. En zo is de schuilnaam schelvispekel ontstaan. Dus het is echt gewoon een schuilnaam geweest om die vrouwen in verwarring te brengen. Ja. Nou, slimme jongens, die Vlaardingers. Dat zijn ze nog steeds. Ja. Ja, je bent nog echt de enige die dit produceert, hè? Ja, ja. Alle schelvispekel door heel Nederland komt hier vandaan. Okay. En het is een eenmansbedrijf. Ik doe echt alles helemaal alleen. En wordt het ook het meest in Vlaardingen gedronken of door heel Nederland? Door heel Nederland. Oh. Nou, ga je gaan. Ik ben benieuwd. Ja. Proost. Proost, jongen. Ja, proost, jongens. Dit is typisch Vlaardings. Zo, die komt binnen. Ja, het is 35%. Ja, als je op een boot zit, dan ben je wel wakker, denk ik. Nou, dat was wel lekker. Het mooie ook van dit bedrijf is, ze zijn hofleverancier. En voor een eenmansbedrijf is dat erg, erg uniek. Oh. Ga mee? Zo. Nog een hoop te doen. Rustig aan, Bas. Recht zo die gaat. Hou me een beetje vast. Ja, ik hou je helemaal vast. Lijkt wel of we op zee zitten, op volle zee. Ja, dat is heel normaal hier in Vlaardingen. Ja, en zo verrassend is Vlaardingen, Bas. Wat ook verrassend is, is het hier bekende Varend Corso Westland. Een uniek en kleurig evenement. Zo'n 60 fraaie met bloemen, planten, groenten en fruit gedecoreerde boten waarop kleine schouwspelen te zien zijn, komen in een schitterende stoet voorbij. Elk jaar weer een ander thema. Het samenspel tussen decor, bloemdecoratie, spel en muziek maken het geheel tot een feest voor de vele toeschouwers. Winston, ik moet wel één ding zeggen. Vlaardingen is wel van alle markten thuis. Ja, dat zeker. Ik wil je nog even meenemen naar de bloementrap op het Liesveld. Dat is kunst. Dus dit zijn die bloementrappen? Dit is nou dat mooie kunstwerk. En dat is van een Vlaardingse kunstenares. Die heeft dit allemaal ontworpen en gemaakt. Wilma Kuil. En dat bestaat uit meer dan 5000 van die terrazzo bloemen. En blaadjes en takjes. Dus dat is heel bijzonder. Allemaal met de hand gelegd, hè? Ja, en ook dit kunstwerk behoort tot Buitengewoon Buiten. Kunst in de openbare ruimte van Vlaardingen. Hier aan je rechterkant, dat is de visbank. En die visbank die was tot en met 1949 nog in gebruik voor de visafslag. Maar wat ik je eigenlijk wil even laten zien, is de spits van het torentje. Helemaal bovenop, wat zit daar? Hey, dat vind ik leuk. Een haring. Haring. En niet zomaar een haringkie, een vergulde haring. Dus eigenlijk was die haring zo belangrijk voor Vlaardingen dat ze op een gegeven moment gewoon een gouden op het puntje hebben neergezet. Voor de Vlaardingers was het zo, je had vishandel
Maar je had met name de haringhandel. En die haringhandel was dus eigenlijk nog iets belangrijker dan de gewone handel. Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Hier Bas, je fiets. Zo, dat is snel. Ja, sneller. Nou, dankjewel. Ja, veel plezier ermee, hè. Dankjewel. Nou, dat is waar ook, want ik heb natuurlijk een afspraak met de jagermeester, meneer Blom. Oké. Ja, ga ik ook wel afscheid van jou nemen. Winston, bedankt. Hartstikke goed. Veel plezier in het groen van Vlaarding en ik zie je snel weer een keer. Oké. Oké, jongen. Goed, hè. Hoi, fijne dag. Ja, dat is leuk, hè? Een heuse golfbaan, net buiten Vlaardingen. 27 holes. En het leuke van deze golfbaan is dat ook ongeoefenden zo de baan op mogen, zonder golfvaardigheidsbewijs. Daarom heet het ook free golf. Ze spelen met iets lichtere balletjes. Ik zou best even een balletje willen slaan, maar ik heb geen tijd. Meneer Blom, die wacht op mij in de Broekpolder. Fietsers, wandelaars, natuurliefhebbers en watersporters komen hier aan hun trekken wat betreft het genieten van rust, groen en ruimte. Dit is de Krabbenplas. Een prachtig gebied, want je hebt hier heel veel verschillende vogelsoorten. Ideaal dus voor vogelspotters. Het leuke van deze plas is dat er ook nog een klein strandje bij zit waar je lekker aan kan zonnebaden, zwemmen kan ook nog. Ideaal om te recreëren. Ah! Zeker dan, goeiedag. Sorry dat ik zo laat ben, maar... Geeft niks. Er waren zoveel leuke dingen in Vlaardingen. Dag meneer Blom, Bas Muis. Zeg maar Roel. Oh, dag Roel. Nou, dan val ik meteen weer met de deur in huis. Waarom wilde u nou hier afspreken? Omdat dit een attractiepunt is van de eerste orde. Het is een geschenk van iemand geweest. Het was toen min of meer van of ze gaan naar de polier of we zoeken er een andere plek voor. Nou, we hebben er een andere plek voor gezocht. Gelukkig maar. Edelhert. Edelhert, dat is de grootste soort die in Nederland voorkomt. En die vinden we dan op de Veluwe? Veluwe, Oostvaardersplassen. En dus ook hier, in de Broekpolder, welke ten westen ligt van de Vlaardingenvaart. Van 1958 tot 1975 werd dit gebied opgespoten. En hierdoor ligt de polder ver boven haar omgeving. Tegenwoordig is de Broekpolder een groot recreatiegebied voorzien van veel flora en fauna. En komen er hier veel mensen uit Vlaardingen om te kijken? Er staat op de gemeentesite dat ik om 2:30 zondagsmiddags hier ben. Normaal ben ik elke dag eventjes hier. Maar dan is het helemaal niet vreemd dat er tussen de 50 en de 100 mensen staan te wachten. Van de boswachter, vertel eens iets en mogen we even mee naar binnen lopen. Enorm veel schoolklassen, verenigingen. En u kunt dus ook wel gerust zeggen dat dit een heel populair gebied is bij de Vlaardingers om te recreëren. Enorm. Niet alleen bij de Vlaardingers. Ik heb morgen nog een groep voor een rondleiding uit Schravenzanden. Uit het hele gebied, eigenlijk midden-delft van het gebied, komen ze wel hier naartoe. Voordat Bas weggaat, wil de heer Blom hem nog één ding laten zien. We hebben hier wel eens tellingen gedaan dat we tussen de 4.000 en de 5.000 ganzen op dit gebied kwamen. Oh. Ik vertel er dan ook altijd bij dat ongeveer 12 tot 15 ganzen net zoveel vreet als een koe. Dus van achter komt er ook net zoveel uit. Kun je nagaan wat dat eventjes voor een belasting voor zo'n gebied is. Maar ze blijven welkom natuurlijk. Ja, aardig wat koekjes op de bodem. Ja. Maar dit is een heel mooi gebied, vind ik althans. Nou, Roel, hartstikke bedankt. En ik hoop nog een keer tot ziens. Oké. Ik ga weer op de fiets naar huis. Ja, en dat is alweer het einde van een hele bijzondere dag Vlaardingen. Ik ben gekomen met de watertaxi. En uiteindelijk ga ik weer lekker op mijn gemakje met de fiets naar huis. En wat heb ik gezien? Een prachtig stadscentrum, een gezellige burgemeester, meer dan 70.000 mensen die van Vlaardingen een hele bijzondere stad maken. En natuurlijk niet te vergeten het groen van Vlaardingen, waar iedereen naar hartelust kan recreëren en van de natuur genieten. Vlaardingen, wat wil je nog meer? In ieder geval, verrassend Vlaardingen. Tot ziens! Loop je op de Westhavenkade? Dan voel je het meteen. Het is een stad met een historie. Zie de musea om je heen. De stad heeft heel wat te vertellen. Zo ook het Geuzenmonument. De grote kerk en het stadhuis is wat een ieder hier echt kent. Recreëren aan een plas of in de zon op een terras. Zie ook het centrum uitgebreid, met veel bedrijvigheid. Een stad met zoveel sfeer.
verrast me telkens weer. Verrassend Vlaardingen, verscholen in het groen. Verrassend Vlaardingen, daar is altijd wat te doen. Aan de nieuwe waterweg droom je soms zo heerlijk weg. Al die schepen bovendien zijn echt prachtig om te zien. Mijn eigen Vlaardingen, als ik het samenvat, blijf jij voor mij die zeer bijzondere, verrassend.